Oh, diamonds to you! Diamonds! Oh ja joh, dat moet ook elke zijn. Holy fuck, shit. Please, maak ze dood. Welkom bij Maya Show. Vandaag wij Minecraft Hardcore deel bla 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 spelen. Ik heb vandaag mijn kerstmuts op en ik doe deze opname weer helemaal opnieuw. Want ik heb helaas de backup verwijderd, maar we gaan nu weer verder. Wat we vorige keer hebben gedaan is, ik rende naar binnen met een half hartje door de witch, want de witch staat hier buiten. Als hij daar staat, denk ik. Daar, je ziet al zijn kleren. En we hebben toen hier wat dingen gedaan, want op de achtergrond, ik hoop niet dat deze opname zo is, maar op de achtergrond hoor je allemaal lawaai. Een soort computerbug. Maar ik heb wat hout gehakt, hier lapis, wat iron en wat eten gepakt. Ik heb ook een klein farmpje gemaakt. Ik heb dit ook gemaakt, even snel. Helemaal naar beneden. We hebben heel erg gevochten met creepers en andere. En ja. De witches zijn heel irritant en die hield zich nou weer. En die beestje kan dood. En ik dacht al, waarom hoor ik iets raars? Maar dat is een zombie. Ik weet niet waarom de server nou opeens een dikke lek heeft. Maar dat had hij eerst niet. Ja, vast wel een computerbug, denk ik. Maar we gaan gewoon weer verder. Wat we eerst deden. En hopelijk gaat alles goed. Dus, ja. Dus hier hebben we alles neergelegd. Zoals tarwe en een aardappel. Want we die kregen van de zombie. We hebben daar toen boven allemaal dingen gekregen van schapen en varkens. Nee, geen schapen. Anders hadden we al op banners gaan. Hoe kan die creeper daar nou opeens spawnen? Is dat een cave of zo? Want iedere keer spawnen ze daar. Het lijkt alsof ze daar spawnen in het water. Wauw. Dat zag ik niet aankomen. Intro. Oké, dat is een introotje. En daar kunnen we iets wel mee maken, denk ik. En ja, zoals altijd, we moeten dit weer fixen, want dat ziet er niet uit. En de telefoon staat weer maar geluid aan, dus dat is niet handig. Ja, even denken. Ta-da-da-da-da-da. Oké, dit is gefixt. Nu moeten we weer gaan groeien. En wat ik zei in de vorige aflevering, wat niet online is gekomen, omdat er uit heel veel geluid was, is dat ik net een de nether ging proberen te maken. Dus als ik toch nou opnieuw moest opnemen, dan kunnen we dat beter gelijk opzoeken. Ja, dus dan ga ik eventjes snel iets fixen. Ik denk eventjes aan stopwatch, of als hij heet. Dus ja, we hebben eten. Wat ik voordat we weg gingen stoppen met de opnemers, hadden we eten hierin gedaan. En die is verdwenen blijkbaar. Dat is apart. Het is verdwenen. Nou, we gaan zoeken naar heel veel stuff. Ik ga even wat pickaxe maken. Want dat is wel handig. Even kijken. Ik hoor af en toe wat ruis op de achtergrond. Hopelijk wordt het ooit een keer gefixt in de toekomstige Minecraft versie. En dan, het is geen Minecraft bug bedoel ik, maar ja. Jullie weten wat ik bedoel. Even kijken. We kunnen drieën maken. Even kijken, 1, 2, ja nog.
Ja, ik moet even tanken. Dus, terwijl wij deze hout doen, kunnen we even wat pickaxe maken en wat eten. Deze deur hebben we niet nodig. En gaan nu naar beneden. En hopelijk gaat ons avontuur goed aflopen. We kunnen beter ook gelijk een sword maken, denk ik, want wij willen niet dood door een creeper. Of wat dan ook. Hebben we nog één hout? Nee, we hebben nog wel toevallig een bot. Dus die kunnen we laten groeien voor de farm. En in de cave gingen we echt heel veel vechten met zombies, creepers, spinnen en zilvervisjes ook nog. Het was niet normaal meer, zoveel zilvervisjes. En toen hebben we ze eindelijk gevonden en ja, we hebben de zilvervisjes verslagen. Dus ja, lol, slechte pijl. Oké. Ik denk dat de server nog wat buggies heeft. We moeten op. Oh ja, op dit gebied zaten we toen weer in gevecht met de sailfishes. We moeten. Jullie zien hier 31 staan. En dat moet op 8 staan, waar ik naar kijk. Op welke blokhoogte. En als we op 8 zitten, dan zitten we bij Bedrock en hebben we ook kans op Diamonds. En dat is handig. Oeh, daar ben ik nog niet eens geweest. En ik heb geen toortjes meer. Volgens mij kon ik ook beter toortjes maken. Maar ik heb 3 hout. Dus dan kunnen we even kijken, een paar toortjes maken. Oké, hier hebben wij. We kijken nu op 10. En dit is dan 9. We kunnen hier minen, denk ik, naar beneden. Want lava geeft ook licht. Dus, ja. Helaas heb ik geen backup behouden van de andere, maar we kunnen nu wel een stukje verder. Kijk, hier hebben we Bedrock, dat bedoel ik. We zitten nu op 4 ongeveer. En dan zit ik, kijk ik nu op 6, 7, 8. Dus dat is blok 8. Dus op deze hoogte heb je altijd kans op. Oh fuck. Dat heb je niet kans op. Wauw. Dat wist ik niet. Nou, we hebben in deze aflevering sowieso ook nog een keer een zilvervis gevecht gehouden. Hè? Ik vermoorde hem. En hij was dood. Hè? Gaan ze dood hier? Oh, Dini. Oh shit. Terug. Dit gaat niet goed, dit gaat weer niet goed. Oké, dus dat bedoel ik. Twee visjes waren weer terug. En geen idee wat en hoe ze hier weer komen. Ik weet niet, of waar zitten ze nu? Extreme Hills. Spawnen die dingen in Extreme Hills? Dirt. Dat is apart. Waarom is hier dirt? Dat is een apart. Oh, diamonds for you! Diamonds! Please, laat er nog één diamond hier in de buurt zitten. Want dan kunnen we gelijk een poort naar de Nether maken. Oh, ja joh. Dat moet ook elke zijn. Holy fuck. Shit. Please, maak ze dood. Jullie kunnen niet tegen lava. Water, lava, water. Ze kunnen niet tegen water. Hahaha, ik zei het toch, stom waterding.
En nu ga ik eerst eten voordat ze me vermoorden. Nog meer van je vriendjes en familie? Nee. Oké. Okay. Time is to you! Lava? Nee? Oké. Oké, okay, nu gelijk naar boven. En dan wil ik gelijk zo snel mogelijk die dingen hebben gemaakt. Want ik wil echt. Kom maar op! Daar ben ik al geweest. We moesten daar naar boven. Oh, ik heb lag, maar dat boeit me niet, want ik wil sneller weg. Ik wil hier niet meer. Oh, kijk, daar was ook Emerald. Haha, Sky had die vorige keer gemind, maar omdat we die konden uploaden, omdat er was allemaal bugs en lags en weet ik veel, moesten we helemaal opnieuw. Dus ja. Toen gingen we maar in ons eentje verder. Oké. Okay. Als het goed is, is het hier ons huis. Botten! Meer botten. Even kijken. Ik dacht dat het hier was. De volgende aflevering gaan we Nether Portal maken. Ja, Nether Portal doen we de volgende keer. Oh, daar is de uitgang. Lopen we elke keer door alle gaten en spleet heen. Dus dan als we boven zijn, ga ik afsluiten en dan zien jullie de volgende aflevering. Oh, hier is een al trap. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Like, schrijf en deel deze video voor mijn microfoon. En hardcore. En andere leuke dingen. En ik check jullie later.